Kijk, iedereen heeft het heel erg over de vluchtelingen en de vluchtelingenproblematiek. Maar als je daar staat, dan zie je voornamelijk gewoon hele bezorgde ouders. En kleine kindjes die veel te veel gezien hebben al in hun jonge leventje. Veel te veel mee hebben gemaakt. En dan denk je echt, ja jongens, we hebben het wel over vluchtelingen. Maar dit zijn gewoon mensen, zoals jij en ik, die midden in de nacht een hele zootje hebben moeten oppakken. Kinderen hebben geen idee wat er gebeurt in hun leven. Levens op z'n kop gezet en zitten nu in een kamp. Of ergens in een Jordaans dorp tussen de Jordaniërs. En hebben geen idee wat er de komende jaren met hun leven gaat gebeuren. Ja. Ze zitten daar letterlijk te wachten tot ze weer terug naar huis kunnen. Jij, Winsen? Nou, wat het bijzondere is, dat eigenlijk die mensen die je spreekt... Hè, wat mij het meest verwonderde, was het feit dat die generatie eigenlijk al zich zo beseft... dat dat probleem nu in Syrië niet opgelost gaat worden. Nu niet, volgende maand niet en voorlopig niet. Althans, dat ziet er in ieder geval nu niet naar uit. En dat als je ze spreekt en ze praten over de vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt... hoe ze hebben moeten vertrekken van de een op andere minuut... dat ze eigenlijk nu alleen maar denken aan dat ze hopen... dat hun kinderen in ieder geval toekomst hebben. Dus die hele generatie die daar met kinderen is... die heeft het al niet meer over zichzelf. En dat vond ik eigenlijk het meest aangrijpend. Mm. Dat ik dacht van ja, deze mensen die beseffen zichzelf eigenlijk al... dat ze met honderdduizenden tegelijk zijn weggegaan... en dat er hopelijk iets nieuws komt straks voor de volgende generatie. Nou heb jij een foto meegenomen met Homs. De Homs 2011, Homs 3 jaar later. Ja, nou dit is dus... Dit vond ik voor mezelf echt... Ik dacht, wat... Dat deze stad die je daarboven zag, dan moet je je voorstellen dat een dinsdag was... waarbij mensen gewoon naar hun werk gingen 's ochtends. Het ziet eruit als een mooie, welvarende westerse stad... waar mensen eigenlijk... waar niks aan de hand. Mensen gingen naar hun werk, hadden een baan, prima inkomen... en aan het eind van die dag ziet diezelfde straat er zo uit als daaronder. Ja, dan heb je natuurlijk niet echt een keuze. Hè? Dan is er gewoon letterlijk niks meer en ja, dan moet je weg. En ik besefte me eigenlijk pas... ondanks dat ik me goed had voorbereid op die reis... toen ik deze foto zag... Mm-hmm. Wat het betekent als je geen keuze hebt en weg moet. En dat het dus niet is van... het is daar misschien beter of nee, dat speelt het bij die mensen helemaal niet. Die mensen moeten gewoon weg, omdat er niks is. En vaak zitten ze dan ook nog in een situatie... dat families niet bij elkaar zijn. Dus dat vader bijvoorbeeld aan het werk is... kinderen zitten op school... en dan moet je een keuze maken. Dat mensen hier naartoe komen alleen maar voor borstvergrotingen? Ja, maar ik sprak bijvoorbeeld een gezin en die vader zei... ik moest met mijn vrouw vluchten terwijl mijn kinderen nog ergens anders waren. Nou, moet je je voorstellen wat een keuze dat is.